heel lang geduurd, maar vandaag. Lieve Pip, ik ben de postbode. Hier! Nee! 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 Oh, hier zit ook nog een spul daar! Ah, jasse! Ja, dankjewel! Oh. Ah, kijk eens even, jongens. Yes, welkom bij een nieuwe video van... Bakketjes! Oh, nee, dit is de Bakketje Pip, hè? Ja. Ja, een hele nieuwe video voor jullie, maar vandaag is een hele speciale dag. Heb ik dan een cadeautje? Een cadeautje? Ja, nou, we zijn zojuist door de postbode. En die zeiden dat er zo een heel belangrijk pakketje komt. Nou, een watermeloen, jongens en meisjes. Dat is kauwgom. Oh, is een kauwgom? Mag jij dat? Ja. Oké. Okay. En Pim mag het alleen maar als papa en mama erbij zijn. Ja. Er is iets waar we eigenlijk al heel lang op wachten. Het heeft heel lang geduurd. En vandaag... Wat is dat? Het is... De postbode, jongens! Zou die er zijn? Ik ben heel benieuwd wat voor pakketje... Nou, wat heeft de postbode voor ons? Wat voor pakketje zou het zijn, Pim? Hey. Oh jeetje. Wat staat hier nou? Er staat... Lieve Pip, ik ben de postbode. Lieve Pip, ik ben de postbode. Ik had een heel speciaal pakketje voor jou, maar ik ben het pakketje kwijtgeraakt. Helaas. Sorry, groetjes. De postbode. Nee toch? Ah, nee. En wie erin? Oh, misschien zit er iets in. Oh, niks. Nou, maar Pip. Ja. Het pakketje is kwijt. Waar zouden we kunnen gaan zoeken naar het pakketje die de postbode kwijt is geraakt? Misschien bij een winkel. Nou, vaak is het wel zo. Als de postbode hem niet meer heeft, misschien ligt hij wel gewoon op het postkantoor. Het postkantoor, jongens en meisjes, dat is heel... Kunnen we dat proberen? Gaan we naar het postkantoor? Ja! Oké, okay, nou we zijn er klaar voor, maar Pip, wat zie je er mooi uit met de mooie tasjes en de oren. Ja! Het postkantoor is dicht. Het postkantoor is dicht. En nou? Kom kijken, kom. Wat moeten we nou gaan doen? Kijk Pip, hij is gesloten. En nu? Misschien moeten we ergens hier zoeken. Ja. Misschien moeten we hier even zoeken, ja. Oh. Waar zou het kunnen zijn? Misschien hier! Nee! Wat is dat? Oh jongens en meisjes, we hebben een heel... Een goud pakketje? Nou, we hebben het pakketje wel heel snel gevonden. Dit is echt... Huh? Dit wat? Wie is dit? Oli. Oli? Oh. Van Monkey Town. Waar jij heel graag Oli? We hebben een pakketje! Oh. Moet ik even openmaken voor je? Dat ben je. Hey! Wat staat erop? Moet ik even voor je lezen? Oh, gaat mij helpen inderdaad, Sam. Oké, Pip. Zoek mij. Nou, dat was koppenkrachtig. Nou. Zoek mij. Kijk, zullen we even laten zien? Ja. Moeten we Oli zoeken? Nou, gevonden. Ja, kijk. Maar natuurlijk niet de knuffel, maar de echte Oli misschien. Zou die hier een dorp zijn? Zullen we eens gaan kijken? Zie je Oli? Nee. Oli. Oli. Hé, maar we kunnen wel een ijsje halen. Oh. Een ijsje? Zullen we dan tijdens het ijsje eten gaan bedenken wat Oli zou kunnen zijn? Zullen we dat doen? Gaan we een ijsje uitzoeken? Ja, mag ik dan van Flamingo? Flamingo ijs? Ja, dan moeten we dan gaan kijken. Kom. Nou, we kunnen Oli echt nergens vinden, hè, Pipje. Ja, behalve deze Oli dan. Waar zou die kunnen zijn? De echte Oli bedoel je? Weet ik niet. Weet je niet? Misschien bij zijn eigen bij Monkey Town. Bij Monkey Town zelf? Ben jij er klaar voor, Sam? Ja, ik doe zeker voor zich. Ben jij er klaar voor, Pip? De sterkste. 3, 2, 1, fight! En dan gaan ze, jongens. Vet agressieve kinderen. En op. En de winnaar. Gewonnen. Voor de dag. Nee. Nee. Ikke. Nee. Ja, jongens en meisjes, we zijn onderweg. Pipje. Ja. Waar gaan we heen? Naar Monkey Town. Monkey Town. Ja. Nou, dan gaan we, jongens, de Monkey Town. Inwiegen. Ik ben heel benieuwd of we Oli hier gezien. Wat denk jij? Gaan we Oli zien? Ik denk het wel. Ja? Ik denk het wel. Ik ben helemaal diep van. Ja. Hé, hey, maar we moeten wacht, zoeken. Wacht, zo hè? Oh jongen, we gaan even... Oh ja, oh, dat is wel leuk. Even kijken. Ja, maar we moeten... Oh, wat is dat? Wat een schatje is dat?
Oké, okay, Pipje, druk hier om Fifo. Hé! Hey! Oh, Pipje. Het was echt heel irritant, jongens. Want wat gebeurde er nou, Pip? Ja, die jongen ging hier. Dat mag toch niet? Nee, er ging een jongen de hele tijd. Nou, we gaan... Kijk eens even. Oké, Pip. Ja? Waar zou Oelie kunnen zijn? Welke kant gaan we op? Die kant? Oké, okay, hij moet hier ergens zijn, jongens. Dit is natuurlijk het huis van Oelie. Welke kant op? Die kant? Oké, okay, jongens, we gaan even daar kijken. Is hij daar? Nee. Pip, zou die in de ballenbak zijn? Dat kan toch niet, want dat is veel te klein. Wat zeg je? Dat kan toch niet, want dat is toch veel te klein. Ja. Nee, Oedi is hier niet. Zie je dat? Nee. Heb je Oedi al gevonden? Huh? Heb je Oedi al gevonden? Nee. Pip. Ja? Wat moeten we nou doen? We kunnen Oedi nergens vinden. Jongens. Misschien boven. Misschien boven? Misschien dat is een idee. Misschien daar, want daar zit aan mijn kamer. Zullen we even boven gaan kijken? Ja. Oké, okay, nou hopelijk zit Oeli daar zo. Oké, okay, waar zou die zijn? Gaan we hier kijken, Pip? Jongens en meisjes. Hier zo ergens? Ik denk dat deze hier mooi is. Oh, die is dicht. Hey! Wie zit daar? Dat is Oeli! Oh, nou wat leuk! Oh, kijk eens, eindelijk zijn ze weer bij elkaar. Wat? Pip die ziet dan de volgende avond. Oh, hij heeft een ticketje! Pak hem! Pak hem! Ja, ik ga hem, Sam, doe dat mee. We gaan hem pakken, ticketje, ticketje, ticketje! Als ik het hou! Spring erop, spring erop! Ja! Oh, nou, Oeli. Wat is dat? Hey! Oh, zit daar nou iets in? Oh, Oeli probeert op te staan. Nee! Een ezel zit erin. Huh? Wat is dat allemaal? Oh Pip, pak hem maar even uit wat er allemaal in zit. In de box? Een melkpak. Box? Sam die wordt geskipt met de box. Oh, Sam wil een box doen. Nou, wat is dit allemaal, Pipje? Oeli, kan je ons even iets vertellen? Wat is de aanwijzing, Oeli? Heeft het iets met boerderij te maken? Pip, echt? Het heeft iets met een boerderij te maken. Moeten we naar een boerderij? Wat allemaal dieren natuurlijk. En wat is dit dan met eten? En melk! We moeten... Kunnen eten en drinken. Weet je waarom het eten is? Omdat het is gezond van de diertjes. Oh. Ja, of niet, Oeli? Ik heb het wel echt. Ja, oh, die leuk. Ah, nou, even op de foto met Oeli. Ik zal een kusje geven. Oh, die wordt opgegeten. Oh, die wordt opgegeten door Oeli. Oké, okay, terwijl ze daar druk bezig zijn met Oeli, ben ik hier op de telefoon heel van zoeken boerderij. Hey, de bakketjes logo. Ja, boerderij. Erop staan. Nou, ik heb boerderij en eten heb ik gedaan. Daar kom ik uit bij. Heb je een aanwijzing? Ja, restaurant Charlie. Dat is een soort boerderij hebben ze daar. Zie? Waar je kan eten. Oeli, mag ik even vragen jou? Het lijkt net dat we hier al voor mij 2 jaar geleden zijn geweest. Zijn we hier al eerder geweest? Oh, dat betekent dat we naar een restaurant toe moeten dan voor dan de volgende aanwijzing. Ik ga wel even bellen. Restaurant Charlie, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Ik spreek met restaurant Charlie. Wat sluit dat nou wel op? Oh, en dan gaan we weer, jongens. Dikke high five. Oh, wow, bakketjes logo, jongens. Yeah. Dag, Oeli. Doei, doei. Oké, okay, nou, we zijn nu onderweg naar de boerderij, restaurant, ding, wat het ook mag zijn. En dat komt me een beetje bekend voor, jou niet? Ja, een beetje wel, ja. Ja, alsof we daar eerder zijn geweest. Hmm. En waarvoor waren we toen daar? Ja, waarvoor waren we toen daar? Nou, we vinden het allemaal heel erg spannend. Vooral Pipje, dat zie je echt aan alles aan haar. Ja. Ze slaapt, jongens. Volgens mij... Oh, ze slaapt. Wat is dat? Nou, ze is wakker, hoor, jongens. Wat is er? Kuikentje. Kuikentje? Oh, je pleister. Oh, wat heb jij nou weer gedaan? Ja. Ik vind het zo vreemd. Dat was zo lang geleden. Heel lang geleden zijn we hier ook geweest, hè? Hier zit ook nog een speeltuin. Nee. Ik wou dat hier graag een keer. Zo'n grote speeltuin. Echt waar? En daar zijn we gewoon. Ik vind het toch heel erg vreemd. Ik heb het idee dat we hier vaak zijn geweest. Omdat er toen iets was of zo, ergens apart in een kamertje. Ik weet het echt niet. Oh, jongens en meisjes, kijk eens even.
Het ziet er lekker uit. Het ziet er lekker uit. Nou, we zijn even hier gezitten, jongens en meisjes. En zoals ik al zei, deze plek kennen jullie misschien nog wel. En... lekker chill hier. Ja, ze heeft echt al een idee. Hè. Ze weet al wat er gaat gebeuren. Ik heb zo mijn vermoeden. Hè, ja, plaatje. Inderdaad. Nou, super tof. Ze heeft dus 100.000 abonnees gehaald. Ja, al ver boven. Ja, ze zit nu al eigenlijk op 132.000. Wauw. YouTube is altijd wel wat langer met het versturen van... Zelfverplegend. Ja. Maar heeft ze hem eindelijk... Nou gaan we hem zo meteen een dag geven. Dus ik ben heel benieuwd wat haar reactie gaat zijn. Ja. Jongens en meisjes. Pip, kom hier. Ah, Pip, hier komen. Hier. Nou, dat ging echt heel erg goed. Ik wou droog blijven. Nee. Nou heb ik je. Kom jij eens even mee? Ja, dan wou ik het doen. Oké, nou Hunt zit er ook helemaal klaar voor. Pipje. En langs... Ja, dan komt hij. En langs... En leven. Oh ja, nou als jullie denken, Pip is wel een beetje een versopen katje. Want dan komt het dat ze buiten allemaal water in zit te spelen. Yes, ze ziet ook uit een versopen katje. Oh jongens, oh wat zal er gebeuren? Het is zover. Oh, kijk eens. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Oh. Wat staat er? Pip, wat staat er? Pip, gefeliciteerd met 100.000 abonnees! Pip, blazen! Yeah! Oké, nou we hebben een heel leuk bord gekregen. Geen idee hoe we het moeten opeten zonder... Gewoon zo. Pip, je kijk eens even. Maar, hier is het geheime speciale pakketje. Waar we de hele tijd op... hoe kan het dat er net niet een pakketje zat? En nou wel. Heb jij niet gezien, hè? Ja. Ja, Romeo? Ja! Hé, hey, we hebben het pakketje eindelijk gevonden! Voor Pip. Speciaal pakketje. Speciaal pakketje, inderdaad. Oh, hier een flap. Wat zou erin zitten? Kijk eens even, jongens. Pip. Als ik moet ook... Pipje! Speciaal! Jongens en meisjes, de 100.000 abonnees. Eindelijk hebben we het. Hey. Is voor jou, Pip. Hier, Pip, hou eens vast. 100.000 abonnees voor Pipje de Bakker. Kijk eens in de spiegel. Wie is de mooie meisje? Pippi! Pippi! Hi! En we zeggen dan hier voor de Pip! Hola! Die van de bakketjes zat al heel lang bij ons in de huiskamer. En ze zegt heel vaak, oh, ik ga er binnenkort in krijgen. Hey! Ben je blij mee, Pip? Nee. Ja? Een fotootje maken? Ja, kijk, even mooi op de foto. 100.000. Ah. 100.000. Nou jongens, dit is Jesse die geen lepel heeft. Oh, nul abonnees jongens. Dat was het. Ja, leef die zilveren playbutton maar weer in, Pip. Wat vond je van de video? Leuk! Ja, vond je leuk? En hoe blij ben jij met jouw zilveren playbutton? Nou, volgens mij is ze heel, heel erg blij. Hé, hey, Pip, ja? We gaan de video afsluiten. We gaan iedereen doei zeggen. Als jullie nog geen abonnees zijn, wat moeten ze dan zeker doen? Abonneren! En tot de volgende! Doei!